Het strand aan de Piershaven heeft een druk weekend achter de rug. Met het lekkere weer zochten veel mensen de verkoeling op of aan het water. Het strand is nog de hele zomer te bezoeken. Lekker spelen in het zand en dat vlak bij huis. Het Pierstrand is met de warme dagen afgelopen tijd druk bezocht. Initiatiefnemer Dirk de Leeuw is tevreden. Mensen staan te wachten voordat de deur open gaat. En het is bij ons bij de bar rennen, corona's koelen. Het is gewoon bijna niet aan te slepen, joh. Ik denk dat het tussen de 1500 en 2000 bezoekers per dag op zo'n echt zonnige dag aantrekken. We zijn hier met kinderen en wonen vlakbij, dus het is een hele leuke locatie. Ja. Ik vind het leuk, ja. Gezellig, kleinschalig. Voor mij is het heel dichtbij en een leuke manier om iets anders een keer te doen dan de gebruikelijke dingen. Dus hij kan lekker gaan spelen en ik kan lekker relaxen. Een heerlijke plek zo midden in de stad. Ik word er heel vrolijk van in ieder geval. Nou ja, wie niet, hè? Overdag echt recreatie, dus je komen met een handdoekje liggen, een biertje volleyballen, een beetje zwemmen. En s'avonds is het gewoon borrelen en dan gaan die recreanten die gaan weer weg. En dan komen de borrelaars komen een wit trappist drinken, pilsje, noem maar. Het strand moet in september plaats gaan maken voor nieuwbouw. Maar de organisatie hoopt om in de toekomst ergens anders weer een Tilburg zandstrand aan te kunnen leggen. Maar het ligt heel erg aan de locatie die wij toegewezen krijgen vanuit verschillende instanties. Wij zijn afhankelijk daarin. Dus alles wat we hebben neergezet is echt voor 4 maanden. Ja, dus we moeten een hoop geld terugverdienen. Maar laten we hopen dat het weer meewerkt en dat de gasten die het leuk vinden, dat die blijven komen.